worden er schepen gereed gemaakt voor de grote visserij. 4, 5 eeuwen lang begon zo het haringseizoen in Holland. Geduldig wachten de schepen in de havens op de grote dag. De dag dat ze voor het eerst in het haringseizoen zullen uitvaren. Maar eerst hebben de vissers hun feest. Hoogtepunt. De haringwimpel wordt gehesen op het schip dat in het vorige seizoen de beste kwaliteit haring aanvoerde. Dan begint de wedstrijd tussen de vissershavens. Wie zal de eerste Hollandse nieuwe binnenbrengen? Scheveningen, Vlaardingen, Katwijk of IJmuiden? Volle dag en een nacht varen. Koers noord-noordwest. Doggersbank, het domein van de haring in het voorjaar. 8 verschillende naties zenden hun schepen naar dit jachtgebied. Hier bestaan geen grenzen meer.
Terwijl overal op de wereld over vrede en integratie alleen maar gepraat wordt, geven eenvoudige vissers dagelijks een voorbeeld van vredelievende samenwerking. Ondanks het Babylon van talen hebben ze hun gebruiken, hun wetten, die voor allen gelden. Comtella. It is human, please, over. Hello, yummy. Think you're young, over. Hello, the Horridike, I want it back, over. Hello, Polarienta. Hello, Polarienta, special color. Over. Hello, Adoshovat. Adoshovat, Ich schalte mal an. Maximumstemperatur in der Tag war plus 5,0. Temperatur im Planeten plus 2,2. Ieder heeft zo zijn eigen manier van jagen. Zo doen het Bruinvis, Tonijn en Jan van Gent. Onze schipper heeft moderne instrumenten zoals een radiopeiling. Daar is een schip dat een goede plek heeft gevonden. Ja. Dit schijnt een goede plek te zijn. Echoloot wijst de juiste diepte aan. Hier gaan we ons net schieten. Vlag omhoog in de voormast. In internationale visserstaal wil dat zeggen, hier komt ons net te liggen. Blijf uit de buurt. Hey, my dog!